Ik ben Cas. En ik ben Timo. En wij zijn... DMG Gaming Guys. Met een nieuwe episode van Let's Play Minecraft. Dus wat ga ik doen? Eventjes de suikerrietfarm rieten. Rietarden, de suikerrietfarm. En wat gaat Kasje deze aflevering doen? Er was nog een gedeelte van de mijn die we niet verkend hadden. Dus die, daar wou ik naartoe gaan. Oké. Okay. Oh ja, dat klopt. Die andere deel waar die creeper toen stond. Ja. Ja, dus... dat gaan we nu doen. Wacht, heel even stuff droppen, want mijn inventory is helemaal vol. Wacht, heb je nog seeds? Oh, laat maar, ik heb nog een stack. Dan maak ik meteen een, dan plaats ik meteen even in onze farm. Onze wheat farm. In onze wheat farm. Wheat farm, wheat farm, wheat farm. Sorry. Nee, ik heb zo'n docent op school en altijd in de les zet hij alleen maar opera en klassieke muziek en zo op. Nou, wij hadden laatst een docent, die zat in ons klaslokaal voordat de andere docent was. En die docent is zo chill. Hij zei zo, oké jongens, ik ga nu weg, maar zal ik nog even Gangnam Style opzetten? Ah man, ik heb geen ho bij. Ho ho ho, ik heb geen ho ho ho. Dan maar zonder ho. Wee. Met mijn handjes. Wop, 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 ik kan naar staan. Zo. Automatische verarm. Waar ben jij? Nou, oké. Okay. Ik ben hier. Ik ging stuff drop in de chest. Ik heb op zich... Oké, dit is best fake. Ik had zombie... Ik had zombie vlees. En ik ben niet gepotioned. Oh. Vaagheid heerst. Droppen, droppen, droppen. Even spullen, chest droppen, wat ik niet meer nodig heb. En daar heb ik niet Zo. Hoor je nou bij mij een paar losers op de achtergrond? Ja. Oh, mensen toch. Oh, die gaan zo'n klap krijgen, hè. Nou, ik zal het niet doen. Kjellas. Ik ga ook even een deurhangertje maken. Ja. Alles door de stoofpotjes. Oh ja, die neem ik een paar mee en een paar appels. Ik heb er vier bij, dus dat is wel zat. En ik heb 33 cookies. Maar goed, we gaan dus de mine ontdekken in deze episode. Wat er ons gaat gebeuren, dat kunnen wij niet garanderen. Ik moet ook nog cookies. Hoorde jij dat? Nee. Ah, nee, laat maar. Het enige wat we wel zeker weten in het leven is dat poep bruin is. En dat is het enige. Is dat bruin? Oh. Ja, dat blauw was. Of iets. Oh. Zullen zien weten we dus ook dat niet zeker. Komt iemand, we gaan God in. Ja, even eten, want ik had nog maar één hartje. Of één hartje, één voedsel. Voedselding. Voedsel. Ja, oké, ik zie jou zo meteen. Ja, kom eraan. Opschieten. Ja. Rustig, dank. Oeh, dit gaat hartjes kosten. Hé, hey, nul. Troll. Oké, ik ga gewoon met mijn diamond pickaxe. Gewoon chill. Ja, oké. Hoeveel diamonds had jij? Ik had er toen 7 of zo. Ja, ik had er iets van 6 en 7 in de kist gelegd of zo. Oh. Als deze kant in? heb je torches bij? Ja. Kok. Nog 24. Ik heb 33. Oh, daar komen we wel even mee vooruit, hè. Jod. Zoals daar. Oké. Jij leek net op een skelet in mijn beeld. Lol.
Kan jij de waterstroom daarboven even afsluiten? De waterstroom daarboven even afsluiten. Ja, ik doe het zelf wel. Ik heb alle blokjes net weggegooid, spijt me. In de kist. Ja, ik dacht, ik neem maar een stack met een cobblestone of zo mee. Ja, dat heb ik niet gedaan. Timo zal het wel vergeten. Juist een broek. Oké, dan. Dan, oké. Hey. Ik weet dat we nu genoeg kool hebben, maar toch. Oeh. Ja, hey, nooit verkeerd om mee te nemen. En de XP die je van krijgt is dus ook niet mis. Oh, wat. Er is nog een waterstroom. Ja, Karls. Ja, Timo, niemand mag jou. Maar ik mag ook niemand. En je liegt, want ik mag mezelf. Oké. Iron. Chill. Iron Misters. Oh yeah. Hey, nog meer iron. Van wie krijg je damage? Van jou. Loop weg, jongen. Wow. Eén iron, ik voel me zeer teleurgesteld. Hey, hierboven ligt ook nog. Wee. Kon je dat nou over het hoofd zien, Timo? Oké, we gaan verder. Cola. Kom, we gaan eerst dieper voordat we... Wat wil je gaan zoeken? Gewoon diamonds en al die shit. Shizzle. Ja. Misschien nog een andere cave of zo. Een dungeon. Is misschien ook wel nice. Ja, een abandoned mineshaft. Ja, dus die hebben we eigenlijk ook wel nodig. Ja. Dus. Roberto. Nee, joking. Oh shit, ik ben in de water daar gevallen. Ik moet mezelf ook zien te graven. Oké, dat is niet echt bepaald. En val ik er weer in. Oh mijn god, ik ben zo verschrikkelijk goed. Sarcasme. Yes. Op het hoogste niveau. Wacht, oh ja, ik wou net zeggen, even een lampje plaatsen. Maar Shin, had jij deze iron gewoon gezien? Die had ik ook wel gezien. Maar ik dacht, die man jij wel, ik loop gewoon ver. Het gaat omhoog, ik wil naar beneden. Ja. Maar het eerst die kolen. Waar ga je bowlen? Ik zeg eerst die kolen. Biatch. Iedereen trapt er zo leuk in. Ik vind het zo leuk om te doen. Hè. Ik wil niet zeggen wat erop ruimt. Net of je B2 bent. Ja. En je bent net zo doos als... Iedereen denkt zo van, what the fuck, ik zei gewoon... Ja, echt hè. Timo, werk je nog regelmatig aan de site van ons, of niet? Nou, laatst kon ik geen filmpjes meer bijzetten, omdat dat lijstje vol stond. Dus ik moet even kijken of dat een beetje afgebukt is. Kun je geen afspeellijst inzetten? Dat kon, maar toen hadden wij nog geen afspeellijst. Dus ik ga dat wel eventjes fixen. Dan ga ik eens eventjes bekijken. Ja, niet nu. Oké, doei. Je zei, doe het nu. Even kijken of er nog iets te vinden is. Hier kwamen we inderdaad net vanaf. Ik hoor een zombie. Oké, stoer. Wacht, ik had hier toen net ergens een weg naar beneden gezien. Ik kan even zoeken waar. Oh ja, hier ergens. Paddenstoelen, stoofpotjes. Heersen als een gek. En koekjes. Appelkoekje. Appelkoeken? Oh, spin. Wow. Spin en skelet. Wow. Ik pak XP, zoals gewoonlijk.
Nou, het stroomt hier wel lekker naar beneden. Maar ik dacht dat ik hier toen net iets interessants had gezien. Ik hoor een zombie. Oh ja. Wow, Timo. Hele gang. Van skeletten. Waar? Hier, ze proberen zo te doen. Wow, we zijn met z'n drieën. Nee, niet in de muur, Timo. Oh, Enderman. Oh, fuck. Geef me rugdekking. Nee, je moet mij rugdekking geven. Hé, we zitten in de... Ah, wow. Jongen, die Enderman die durft niks. Ik word eigenlijk wel door skelet. Wow, bam. Yeah. Jij hebt de ammo, jij moet Rambo doen. Ja, oké. Okay. Ik denk... Oh, ik hoorde hem. 360. Hey, hier is die Enderman. Waar? Maar ja, ik keek hem niet aan, dus mij doet hij niks. Want hij wil... Oh. En nu heb je hem aangevallen, nu ben je de Sjaak. Nee, hij is bijna dood. Nog twee klappen, nu is water en dan is hij dood ofzo. Zo, en ik heb weer bijna full lives. Ik zie hem hier staan. Waar? Een havenboek. Zag oh, je... mijn torch. Had hij een torch vast? Nee, ik had een torch vast. Ik zeg dus dat ik hem had, mijn torch. Versloeg je mijn torch? Ja. Goud. Woehoe. En ik ben aan een hoesterd, dus. Oké, okay, ik zie hier een torch staan. Dus dat betekent dat we hier al hier ergens al een keer zijn geweest. Maar we zijn niet eens wat dieper, dus meer kans op diamonds. Meer kans op diamonds. Ja. Even kijken, daar is nog goud. Timo, ik zie een crafting table. Wat zie je? Een crafting table. Waar? Daarachter, met obsidian. Dat betekent... Dat we daar onze eerste duimjes hebben gevonden. Wat? Timo, help me. Zo. Even een torch plaatsen, dan kan hier niks spawnen. Hoor jij nu hey, op de achtergrond? Een beetje. Er zijn twee kindjes die denken dat ze kindjesachtig doen. Misschien doen ze dat ook. Ei. We zitten nu op laag 14. Oké, ik vond ze op laag 14. Dus ja, misschien moeten we hier even wat random gaan graven. Ik zweer het. Oké, we pakken allebei gewoon... Go voor de grap. Heb jij gewoon een pickaxe bij? Dit is op 14, hè? Ik heb dat scherm niet, want dan gaat die laggen bij mij. Dit is 15 waar ik nu zit. Maar ja. Niks. Ik ga gewoon random graven hier. Misschien al iets vinden. Toch? Hoeveel minuten zitten we? Bijna bij Kees. Oh. Ik ga hier wel eventje... Jij doet die kant, ik doe deze kant wel. Ik ga gewoon een beetje random. Naar beneden of niet? Nee. Gewoon opzij. Gewoon, nee, rechtdoor gewoon. Zo kan graven. Ja, als je heel erg lucky bent, dan heb je misschien... Heb je kans dat je wel iets vindt. Ah! Fuck. Timo! Timo. Waar ben je? Hier. Waarom sta je in de fik? Omdat ik in de lava ben gevallen. Waarom riep je mij? Dat jij mijn stuf op moest rapen als ik dood was. Nou, wie boeit nou die diamond pickaxe? Maar nu weet dus niet meer waarom het van jou is. Ja, dat boeit niet. We doen toch samen met de stuf. Inventory is full. Ja, oké, ik raap alles wel op als ik weet waar we waren. Ik dacht echt zo van... Wacht even. What the fuck, waarom wordt er opeens zo'n licht in die gang? Wat? Ja. Oké, het is één woord en het zijn twee woorden. Wat? Het is één woord van twee woorden. Eén woord van... What the fuck? Deurhanger. Ik ga weer even verder waar ik was. Ja. Ik, als ik dat design af heb, krijg jij hem ook wel. Goed, Timo. Oké, Kaas. Waar ben jij? Ik kan niet vinden. Ik ben hier. Zie je me? Ja, gevonden.
Ik loop de verkeerde. Oh, skelet. Ik ga hier gewoon een beetje random graven. Ik denk dat. Oh, skelet. Hé, hey, volgens mij heb ik daar iron gevonden. Wow, 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 pak mijn naam staan, wow. Heb ik het al vinden? Au, ja, ik heb jou gevonden, maar... Kas is de weg aan het terugzoeken. Deel 1. En dat betekent, ja, dat betekent de einde van een nieuwe episode van de Let's Play Minecraft serie. Zijn we al 15 minuten bezig? Al bijna 16. Wow. What? Au. Ja, is weer. En ik ben hier als een sukkeltje aan het graven. Parcours. Oh, cobblestone. Heb je al mijn stuff? Ja. Oh, ik dacht dat je inventory vol was. Geef me even. Ja, trouwens. Oh nee, je hebt die al. Du-du-du-du-du. Terwijl. Hé, hey, wat is dat? Is dat. What the fuck is dat? Wacht, ik plaats even een torens. Het lijkt donker, of ligt er nou aan mijn beeldje? Oh nee, het ligt aan mijn beeldje. Oké, dus mensen. Oh mijn god, kijk zie, ik zie. Oh! Nee, die moet niet weggemaaien, hè. Eerst even kijken. Oké, en hiermee eindigen wij... Wow! Wow! Hiermee eindigen wij deze episode met wow en diamonds en... Share deze video met je vrienden via Facebook, Twitter en andere vormen van social media. En geef reacties, die zijn ook altijd welkom, toch? Of ja, niet? Met tips en tricks en andere shit. Gewoon alles. Ja. Oh, everything is vijf possible. Diamonds. Dus, die man, ik sta hier, ja, ik sta hier op de diamonds en wij zeggen... Hallé! Hallé!